Het Hof van Justitie heeft zijn zittingsjaar 2020-2021 geopend. Vanwege de COVID-19-protocollen heeft de buitengewone openbare zitting op vrijdag 2 oktober 2020 aangepast plaatsgevonden. In de congreszaal werden onder meer de leden van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en het bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten toegesproken door waarnemend hofpresident Iwan Rasoulbaks en procureur-generaal Roy Bainach Pandey. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Ik val met de deur in huis. Met een dankwoord aan u allen voor uw inzet, samenwerking en ondersteuning in het afgelopen zittingsjaar 2019-2020. Ook voor uw begrip en uithoudingsvermogen voor de vertraagde en belemmerde gang van zaken naar aanleiding van COVID-19 sedert de maand maart 2020. De rechtspraak, de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderij, maar ook de departementen met de zorg voor de rechtspraak, zijn hierdoor gedwongen te transformeren naar een digitale vorm van zaken doen en procederen, als ook de verwerking van de input, doorloop en output van alle processen, rechtsprocessen en bestuurlijke processen. Voor fysieke partijverschijningen in rechten, verhoor van partijen en getuigen, verhoor van verdachten, zijn er afspraken gemaakt die nog verwerkt worden in procesreglementen. Voor belangstellenden is al het nodige in bekendmakingen te vinden op de website van het Hof van Justitie, rechtspraak.sr. Trainingen, overleg en verhoren op afstand in de strafsector zijn geïntroduceerd binnen de rechtspraak. Onze eerste digitale managementtraining vindt plaats eind oktober 2020. En voor wat betreft afstandsverhoren worden deze vooralsnog gehouden in het kader van toetsing en toepassing van dwangmiddelen binnen de units die deze toetsingen doen. Deze afstandsverhoren kennen enkele kinderziektes en pijnpunten. Vandaar dat de rechtspraak heel spoedig wil overgaan tot de oude situatie en de afstandsverhoren bij wegen van uitzondering toe te laten. Zo gauw het begrote COVID-budget voor de rechtspraak beschikbaar is gesteld door de regering, om onder andere de zittingszalen en cellenhuizen in de gerechtsgebouwen COVID-proof, tevens verhoor aangenaam, in te richten, zal de beproefde wijze van partijverschijning en verhoren terugkeren. Deze transitie kent enkele serieuze uitdagingen, zeker tegen de achtergrond van beperkt aanwezige middelen en menskracht. Menskracht en middelen zijn belangrijke aangelegenheden om te ontwikkelen en om te bouwen. Deze middelen en de menskracht hebben we nodig voor aanschaf van goederen en diensten, bijvoorbeeld de middelen zijn daarvoor nodig, en het uitvoeren van diensten voor de rechtspraak. Op dit gebied en de bureaucratische obstakels bij het aantrekken van menskracht voor de rechterlijke organisatie ter versterking van het digitaal-administratief gebeuren, in de 7 units van de rechtspraak. Dat zijn de serieuze uitdagingen. Lukt niet altijd even goed om snelheid te betrachten met het aantrekken van menskracht. En het is ook niet eenvoudig vanwege de bureaucratische regels en mogelijk de comptabiliteitsregels om aan middelen te komen. De rechtspraak heeft het hoofd niet laten hangen. En hebben wij, de unitleiders, de unitrechters, de unitgriffiers, de unitmedewerkers, de communicatieunit, de leidinggevende van de rechterlijke organisatie, de beveiligings- en facilitaire medewerkers en het managementteam van het Hof met kunst en vliegwerk de rechtspraak in het belang van de justitiabele gaande gehouden. Met innovatieve denkkracht en professioneel constructieve inzet zullen we op termijn de transformatie van het rechtspraakgebeuren kunnen bewerkstelligen.
van hardcopierechtspraak naar digitale rechtspraak. Hier en daar zal de wetgeving betreffende de procedureregelingen dienen te worden aangepast. Bovenal zal er stevig geïnvesteerd moeten worden in ICT-toepassingen binnen de rechtspraak. Willen we het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen? Hoe mooi zou afstandsrechtspraak niet zijn voor justiciabelen die in ver afgelegen gebieden wonen? Het kost heel veel minder voor de mensen. Ook dit zou werkelijkheid kunnen worden als alle neuzen digitaal, financieel in één richting kijken voor wat betreft de rechtspraak. Maar first things first. De rechterlijke macht en de rechterlijke organisatie hebben alles in het werk gesteld om enerzijds de rechtsgang te continueren zodat de schade voor de justiciabelen tot een minimum beperkt kan worden en anderzijds het gevaar voor de gezondheid van de medewerkers en bezoekers in de gerechtsgebouwen te vermijden. Het was en is nog steeds laverend tussen Scylla en Charybdis, tussen twee gevarenzones. Het resultaat evenwel van deze inspanningen voor wat betreft de gezondheidssituatie op de werkvloer is dat geen enkele werker binnen de rechterlijke organisatie in en door de dienst besmet is geraakt met het COVID-19-virus. Wij hopen het zo te houden in dit nieuwe zittingsjaar. En ik doe van hierop een beroep op alle actoren binnen de rechtspleging om de tot nu toe ontwikkelde COVID-protocollen maatregelen in acht te nemen ook dit nieuwe zittingsjaar. Voor wat betreft het resultaat van nieuw in behandeling genomen rechtszaken in de 7 units van de rechtspraak en van productie van vonnissen en beschikkingen gedurende het afgelopen zittingsjaar, oktober 2019 en augustus 2020, presenteer ik u het volgende beeld. Unit kortgeding. Ik ga even, u kunt meekijken met me op de scherm. Op het scherm en dan ga ik even de getallen aangeven die van belang zijn voor mijn toespraak. Nieuw ingediende zaken zijn 653, uitspraken 1253. Werkvoorraad voor het zittingsjaar is 1570, dat zijn lopende zaken en aangehouden uitspraken. Die gaan van het vorig jaar zijn ze overgegaan naar dit zittingsjaar vanaf oktober. Dit resultaat is bereikt met 6 unitrechters en 3 schrijfjuristen. Unit handel, nieuw ingediende zaken 1252, uitspraken 2123. Werkvoorraad voor het nieuw zittingsjaar, dat komt neer op 2570, betreffende lopende zaken die nog in proces zijn dus, en aangehouden uitspraken. Dit resultaat is bereikt met 7 unitrechters en 4 schrijfjuristen. Unit familie, nieuw ingediende zaken 2083, uitspraken 1770. Werkvoorraad in de unit voor het nieuw zittingsjaar zijn 301 lopende zaken. Er zijn heel weinig aangehouden uitspraken. Dit resultaat is bereikt met 7 unitrechters. Overige civiele zaken, nieuw ingediende zaken 663 en uitspraken 681. Werkvoorraad, dat is, komt neer op 38 lopende zaken en heel geringe aangehouden uitspraken. Resultaat is bereikt met 2 rechters. Unit Hof Civiel. Binnen deze unit gaat het om hoge beroepen in civiele zaken, ambtenarenzaken en raadkamerzaken. Wraking van rechters,
beroep tegen weigering, rechtsingangverlening en procedures betreffende het domeindecreet. Nieuwe zaken 260 waren er, uitspraken 94 het afgelopen zittingsjaar. En werkvoorraad voor het nieuwe zittingsjaar komt neer op 667. Dat zijn lopende zaken en aangehouden uitspraken. Dit resultaat is bereikt met 7 unitrechters en 1 schrijfjurist. Voor wat betreft RC-zaken, unit RC, nieuw ingediende en afgehandelde verzoeken tot invrijstelling en bewaringen totaal 4042. 9 gerechtelijke vooronderzoekingen waarvan 8 nog gaande zijn en 16 internationale rechtshulpverzoeken waarvan 1 nog gaande is. Dit resultaat is bereikt met 7 unitrechters. Daar worden unit kanton, strafzaken, nieuw ingediende misdrijven inclusief mensenhandel en smokkel, wetverdovende middelen, money laundering, verkeersmisdrijven en misdrijven jeugdigen. Dat komt neer op totaal 1029 en 1189 uitspraken. Werkvoorraad voor het nieuwe zittingsjaar is 349 lopende zaken. Nieuw ingediende overtredingen, inclusief verkeersovertredingen en overtredingen arbeidswet, beslaat totaal 6190, waarvan zijn afgehandeld 5986 en de rest is ingetrokken. Dit resultaat is bereikt met 8 unitrechters. Voor wat betreft unit Hof straf, nieuw ingediende misdrijven, inclusief verkeersmisdrijven en voorwaardelijke invrijstellingen, totaal 59 en uitspraken 41. Ja. Werkvoorraad voor het nieuwe zittingsjaar zijn 43 lopende zaken. Nieuw ingediende raadkamerzaken totaal 271 en uitspraken 295. En slechts 1 zaak gaat over naar het nieuwe zittingsjaar. Resultaat bereikt met 6 unitrechters. De bijzondere rechtscolleges die worden ook bemenst door rechters, voor een groot deel. Het notaris tuchtcollege is nog niet operationeel, vandaar dat er geen tuchtzaken tegen notarissen kunnen worden ingediend. Ik heb dit al onder de aandacht gebracht van de minister van Justitie, omdat het tuchtcollege moet worden geïnstalleerd ten einde de klachten die bij ons nog worden gedeponeerd, om die door te geleiden naar het tuchtcollege. Intussen zijn mensen nergens terecht als ze een klacht hebben tegen notarissen. Er zijn 23 nieuwe tuchtzaken tegen advocaten ingediend, waarvan 19 zijn afgehandeld met een beslissing en 7 nog lopende zijn. Tegen medici zijn er 9 nieuwe zaken ingediend bij het medisch tuchtcollege, waarvan 6 zijn afgehandeld en 17 nog lopende zijn. En er zijn 7 zaken ingediend bij de Belastingkamer, waarvan 5 zijn afgerond en 2 nog pending zijn. 12 van de 26 rechters werken in de bijzondere rechtscolleges. Tot slot van deze presentatie. Er zijn tegen notarissen ingevolge de oude wet 5 tuchtzaken afgehandeld en 5 zijn nog lopende die nog door het Hof zullen worden afgehandeld van notarissen. Ingevolge die oude wet moeten we daarmee even doorgaan. En tegen deurwaarders zijn er 4 nieuwe zaken ingediend afgelopen zittingsjaar. En waarvan 3 zijn afgehandeld en er zijn nog 11 zaken lopende. Tuchtzaken zijn in hoger beroep. Daar zijn 9 tuchtzaken in hoger beroep ingediend in zaken advocaten, waarvan 3 zijn afgehandeld en 4 zaken nog lopende zijn. En er is 1 medische tuchtzaak in hoger beroep ingediend die is afgehandeld. 11 van de 26 rechters bekommeren zich
voor wat betreft de rechtspraak, in het bijzonder het tuchtcollege bij het Hof in hoger beroep, met deze zaken. U merkt op, als u dat goed hebt geteld, merkt u op dat de 26 rechters van het Hof dienst doen in alle 7 units, als ook in de 6 bijzondere rechtscolleges, inclusief de Krijgsraad, daar hebben we dus vooralsnog geen cijfers over. Dat werk dat daar wordt verzet, is door die, komt ook terecht op die 26 rechters. In feite zijn er, zouden we veel meer rechters moeten hebben, willen we die snelheden brengen. En bij de bijzondere rechtscolleges en in de commune rechtspraak. Maar dat is ons nog niet gegund. We komen zoiets aan daar. Als dit aan deze productie, als dit niet getypeerd wordt en kan worden als vaderlandsliefde en dienstbaarheid, dan resteert nog de typering roofbouw op de gezondheid van de rechters. Rechtspraakbreed zijn het afgelopen zittingsjaar ongeveer 39.370 zaken op de groentafel beland. Ter vergelijking, in 2019 waren er ongeveer 70.019 zaken die dagelijks, wekelijks, maandelijks op de groene tafel belanden. Van het totaal van die 39.370 zaken waren wel geteld 16.658 nieuwe zaken. In 2019, ter vergelijking, waren er 31.157 nieuwe zaken. Uit die 39.370 zaken van het afgelopen jaar waren daarvan 17.117 uitspraken. In 2019 waren de uitspraken kwamen neer op 28.757. Afgelopen zittingsjaar, uit het aantal van 39.370, waren 2.293 zaken die lopende waren. In 2019 waren dat 5.911 lopende zaken. En dat wordt aan het eind geteld van het zittingsjaar. Dan weet je wat nog resteert en wat nog gaat lopen het komend jaar. De algehele conclusie. Nee, ik moet u nog voorhouden dat voor wat betreft uitspraken er voor dit jaar, afgelopen zittingsjaar, 3.302 aangehouden zaken. Zaken zijn aangehouden voor uitspraak. Die zijn overgeheveld nu naar oktober, november, december, januari, februari. 3.302 zaken die in staat van wijze zijn, maar nog geen vonnis daarin kan komen, omdat een rechter per dag in een civiele vonnis anderhalve vonnis kan maken per werkdag, niet meer. De algehele conclusie is dat het COVID-gebeuren significant van invloed is geweest op de input en de output van de rechtspraak in zijn totaliteit. Even vergeleken met het vorige zittingsjaar laat ook zien dat in de 4 units van de civiele sector, dat zijn unit kortgeding, unit handel, unit familie en unit hof civiel, nagenoeg gelijke aantallen nieuwe zaken zijn ingediend. Het verschilt niet. Waar tegenover de productie in uitspraken in deze sector, dus de civiele sector met die 4 units, 667 meer vonnissen bedroeg. Dus de productie is in deze units in elk geval vooruitgegaan ten opzichte van het jaar daarvoor met 667 vonnissen. Zonder het COVID-gebeuren vanaf maart 2020 zouden deze aantallen aanzienlijk hoger liggen ten opzichte van het vorig zittingsjaar. De unit Hofstraf, daar zijn er in 2020 153 meer nieuwe zaken binnengekomen ten opzichte van 2019.
En zijn de uitspraken in deze unit verdubbeld naar 337. Ten opzichte van het vorige zittingsjaar, daar waren de uitspraken 161. En dit ondanks het COVID-gebeuren. Dus hier is er ook een opleving geweest in productie en nieuwe zaken. Opmerkelijk is dat in de unit kanton strafzaken er ten opzichte van 2019 ongeveer 2/3 minder strafzaken zijn binnengekomen. En de uitspraken vertonen derhalve ook een dergelijke verhouding, want input-output situatie. Het verschil is te verklaren uit de cijfers van de verkeersovertredingen. In 2019 zijn er 19.836 nieuwe verkeersovertredingen ingediend, waaruit er 17.822 beslissingen rolden. En in 2020 waren dat 6.177 nieuwe verkeersovertredingen die zijn ingediend, waaruit er 5.976 uitspraken rolden. Beduidend minder dus. Het antwoord op de vraag of het COVID-gebeuren van invloed is geweest op de verkeersovertredingen en dus in de strafsector laat zich raden. In elk geval, de verwachting is dat na de transitie van de rechtspraak van hardcopy naar digitale rechtspraak en de spin-off zaken in verband met het te verwachten oliegebeuren, aanzienlijk meer civiele zaken zullen worden ingediend. En ik hoop het niet, maar de kans is aanmerkelijk dat er ook meer strafzaken zullen komen. Het Hof heeft op de te verwachten groei van rechtszaken, de trage doorloop van aanhangige zaken, als ook op de achterstanden in uitspraken, wel overwogen beleid afgestevend voor de komende jaren. Welk beleid is uiteengezet in het beleidsdocument Speerpunten van Beleid van de Rechtspraak 2020-2025. Dit beleidsdocument is tezamen met een tijdpad van uitvoering en de begroting voor het eerste jaar 2021 voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten ter goedkeuring en financiering, met name de regering en via de ingediende begroting aan de Nationale Assemblee. De nare ervaring van de rechtspraak van het Hof is dat tot het begrotingsjaar 2020, helaas zonder overleg met de rechtspraak, er gesneden werd in de door het Hof ingediende begrotingen. Ik stel voor om deze gewoonte tot het verleden te laten behoren en het pad van overleg te betreden. Willen wij daadwerkelijk goede, snelle en aan de tijd en omstandigheden beantwoordende rechtspraak hebben in deze natie? Een ander obstakel tot dan was ook de trage, onregelmatige en beperkte beschikbaarstelling van het goedgekeurde budget door het parlement aan de rechterlijke macht. Bij wet goedgekeurde budget, daar was heel moeilijk om over te beschikken. Ik hoop dat dat verandert. Er is ook al die tijd een bijzonder trage gang van zaken geweest bij het goedkeuren van raadsvoorstellen bij de RVM voor uitgaven van goederen en diensten boven het bedrag van 4.000. Het duurde maanden om een bedrag van 5.000 te kunnen besteden en de leverancier levert gewoon niet als je niet betaalt. Dus de dienst of dat goed wordt gewoon niet geleverd. Uitgestippelde en geplande uitvoering van beleidsonderdelen door het Hof vonden hierdoor zware vertraging of moesten onverhoopt worden geschrapt. En we hebben veel geschrapt. En utinga tinga gomorofara, met geringe resultaat bij de uitvoering van ons beleidsplan 2016-2020.
Het Hof houdt zich daarom aanbevolen ten einde de beleidsdoelen per jaar te behalen om hierin en hierover verandering te brengen en hierover goed overleg te hebben met de executieve CASICO, de bevoegde autoriteiten. In het nieuwe zittingsjaar zullen wij niet anders kunnen dan permanent de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om besmettingen met COVID op de werkplekken tegen te gaan. En desgewenst zullen de actoren in het rechtsbedrijf hierover met elkaar voortdurend moeten overleggen. Hoewel COVID impact heeft op de samenleving, blijkt niet dat het impact heeft op het aantal strafzaken. De stroom van strafdossiers voor de gebieden van Paramaribo, Wanica en deels Nikeri zijn haast ongewijzigd gebleven. Ook het aantal ernstig gepleegde strafbare feiten in de afgelopen maanden valt ons op. Het Openbaar Ministerie anticipeert op een aantal ontwikkelingen en gaat binnenkort ertoe over om de inzet van haar vervolgingscapaciteit te verbeteren. De benoeming en de beëdiging door het staatshoofd op woensdag 30 september jongstleden van 13 waarnemende substituut-officieren van justitie biedt in één keer de mogelijkheid om van een unitgerichte formatie verbetering te brengen in de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. De president heeft inmiddels bij meerdere gelegenheden als zienswijze van de regering kenbaar gemaakt dat prioriteit gegeven zal moeten worden aan gevallen van corruptie en het vergroten van de veiligheid in de samenleving. Intern zal het Openbaar Ministerie een anti-corruptie-unit formeren met meerdere vervolgingsambtenaren voor het aansturen van corruptieonderzoeken als ook onderzoeken die tot doel hebben om achter het wederrechtelijk verkregen voordeel te gaan voor de inbeslagneming daarvan, gevolgd door gerechtelijke procedures voor de verbeurverklaring van deze vermogens. Kortom, de zogenaamde witwasonderzoeken. Deze unit zal ook heel nadrukkelijk samenwerken met de fiscus, zodat uitwisseling van fiscale data met betrekking tot individuen en rechtspersonen kan plaatsvinden in het kader van lopende strafzaken of nieuw te initiëren onderzoeken. Het plukken van vermogens, om dat zo populair uit te drukken, vermogens die in strijd met de wet zijn verkregen, blijft het motief en daarom zullen naast strafrechtelijke interventies ook fiscale interventies gepleegd moeten worden om dit doel te bereiken. De eerder genoemde anticorruptie-unit zal verder bestaan uit politierechercheurs en externe forensische financiële deskundigen, waarvan wij op dit moment slechts één deeltijds ter beschikking hebben en derhalve uitbreiding van dit externe team dringend gewenst is. Ook kijken wij uit naar de aanbevelingen van de presidentiële commissie die voorstellen moet doen voor de verdere implementatie van de anticorruptiewet. Van de commissievoorzitter heb ik aandacht gevraagd voor enkele voorzieningen, waaronder het wettelijk regelen van de positie van de klokkenluider in corruptiezaken. Het zal evenwel een utopie blijven als geredeneerd wordt dat corruptie slechts repressief bestreden kan worden. Binnen de overheid en vooral bij de parastatale bedrijven zullen de raden van commissarissen veel meer en veel beter hun toezichthoudende taken moeten vervullen, als ook zullen tijdige aanlevering van gecertificeerde jaarverslagen afgedwongen moeten worden. Ook verstrengeling van belangen dient teruggedrongen te worden, want gebeurt zulks niet, dan wordt de deur opengezet voor oneigenlijke praktijken. Er zijn in de afgelopen periode 19
20 corruptiezaken aangelegd bij het Openbaar Ministerie, waarvan in 12 onderzoeken zijn geïnitieerd en in enkele daarvan wij reeds de stap hebben gezet voor het vorderen van gerechtelijke vooronderzoeken bij de rechtercommissaris, die inmiddels daarmee ook al is begonnen. In enkele van deze onderzoeken blijkt met name dat hoe slecht de financiële verslaggeving heeft plaatsgevonden. En als het niet slecht genoeg is, is er nog minder onderzoek gedaan naar de geldstromen binnen bedrijven van de overheid. Ik noem in dit verband de SPSB, RGD, Telesuur, SBB en natuurlijk ook bij de moederbank, de Centrale Bank van Suriname. Ik moet mij haasten om te zeggen dat enkele van de 12 onderzoeken vanwege tekort aan menskracht op een laag pitje worden voortgezet. Behalve tekort aan menskracht speelt ook het gebrek aan goede werkruimten met de nodige voorzieningen. De president van het land heeft reeds aangekondigd om verbetering te brengen in de voorzieningen, ten einde het mogelijk te maken dat het Openbaar Ministerie ongestoord en slagvaardig voor kan gaan in de werkzaamheden. En wij hebben inmiddels het proces opgestart en verzoeken gericht naar de president om het nodige ter hand te nemen. Dames en heren, de eerder aangehaalde versterking met meer vervolgingsambtenaren biedt ook de mogelijkheid om andere units binnen het Openbaar Ministerie op te zetten voor onder andere zware en grensoverschrijdende criminaliteit, verkeerscriminaliteit, als ook voor jeugd en zeden met een gerichter aanpak voor huiselijk geweld. De unit zware en georganiseerde criminaliteit zal ook een aansturingsrol dienen te krijgen voor de inzet van interventieteams zoals arrestatieteam en de regio bijstandteams bij vuurwapengevaarlijke verdachten. De komende tijd zal het Openbaar Ministerie in het contact met de minister van Justitie en Politie willen nagaan welke bijdrage het Openbaar Ministerie kan leveren om de contacten met buitenlandse intelligence diensten zoals de DEA verder inhoud te geven. De noodzaak voor samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten is bijzonder groot, getuige de vele drugsonderscheppingen buiten Suriname van verschepingen uit Suriname, als ook de informatie van geregelde droppings van drugs op het Surinaams grondgebied. En natuurlijk niet te ontkennen de aantal aanhoudingen en onderscheppingen van drugs in Suriname zelf, waarvan een groot deel op de havens in Paramaribo en op Zanderij. Het heeft er alles van, dames en heren, dat ons land weer eens het imago heeft van een veilige opbergplaats voor drugs bestemd voor de deurvoer. In het februari 2020 verscheen een rapport van de International Narcotics Control Board, INCB, is er informatie over Suriname te lezen op dit stuk. Drugscriminaliteit, dames en heren, heeft in vele landen ook heel vaak bijeffecten, zoals het infiltreren in besluitvormingsfora en processen van de overheid, waardoor crimineel invloed kan worden uitgeoefend, als ook het corrumperen van personen binnen de rechtshandhaving en controleinstanties. Met deze wetenschap zullen wij zeer alert moeten zijn om dit fenomeen geen wortel te laten schieten en eventueel bestaande invloeden met wortel en tak uit te roeien. Het Openbaar Ministerie wil daarom met de regering zich inspannen om de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen om dit ons geliefd land te beschermen voor het kwaad. In het geven van een vooruitblik, dames en heren,
wensen wij eveneens enkele andere aandachtspunten te noemen, zoals het wederom beschikbaar krijgen van een persvoorlichter. Ook inspanningen om zogenoemde cold cases op te pakken krijgt aandacht en evenzo zal het Openbaar Ministerie een rol gaan vervullen bij het functioneren van buurtmanagers met het doel om sneller in te grijpen in gevallen van beginnende criminaliteit en daardoor de woonveiligheid te bevorderen. De Surinaamse Orde van Advocaten wenst alle rechtsbeoefenaars een succesvolle periode toe, vervuld van recht, wijsheid, vriendschap en juiste oordeelsvorm. Ik spreek de hoop uit dat u allen de doelen die u voor uzelf, uw geliefden, uw kantoor en voor uw cliënten hebt uitgezet in dit zittingsjaar realiseert en dat u daarbij wordt bijgestaan door de kernwaarden binnen de advocatuur zijn de onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en betrouwbaarheid. Dit zal zich vooral moeten formuleren in sterke persoonlijke karaktereigenschappen zoals engelengeduld wegens de te lange en soms onnodig lange zittingen, veel te lange uitstellen voorafgaand aan een uitspraak, doorzettingsvermogen gezien de huidige deplorabele financiële situatie te landen, onderscheidend vermogen, neem ik een zaak wel of niet aan, doe ik iets wel of niet, dynamica, hoe blijft mijn kantoor open en aan top, en bovenal liefde. Liefde voor de Almachtige, liefde voor de rechtsstaat, liefde voor uw werk en liefde voor elkander. Bijzondere felicitaties aan het Hof in verband met de toetreden nieuwe leden, rechter, plaatsvervangers en aan het Openbaar Ministerie met de nog eergisteren geïnstalleerde 13 nieuwe waarnemend substituut officieren van justitie. Via u, heer president, zeg ik voorts dank aan allen die zich in het achterliggend zittingsjaar hebben ingezet in alle sectoren van onze rechtsstaat en de SOFA zegt u allen alle steun toe en zal daar waar nodig een ieder van u met raad en daad bijstaan. Staat u mij toe om ter gelegenheid van de opening van dit nieuw zittingsjaar samen met u te fietsen tussen het verleden, het heden en de beleidsplannen voor de SOFA. De SOFA, heer president, blikt somber terug naar het afgelopen zittingsjaar. Waren het dat wij gestaag werkten aan het verbeteren van de rechtsbijstand aan Surinaamse burgers, daarbij de positie van alle rechtsbeoefenaren te landen steeds aanscherpend, zijn we door de COVID-pandemie, gecombineerd met het ronduit slecht financieel-economisch beleid van de vorige regering, de deplorabele economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheid in ons geliefd Suriname, in een regelrechte afgrond gestort voor wat betreft de achterstand in zaken. Deze achterstand is een domper binnen ons rechtsbestel. Ondanks het Hof van Justitie een traject is aangevangen en met man en macht werkt om alle actoren binnen het rechtsbestel systematisch te voorzien van de nodige menselijke en technische equipment, ben ik verplicht te melden dat zaken, en vooral nu door de COVID-19-uitbraak, nog steeds te lang duren. De in te halen achterstand is van die aard dat er nog jarenlang door alle rechtsbeoefenaars aan de weg zal worden getimmerd. Er zijn nog steeds te weinig rechters en griffiers. De rechtspositie van de rechterlijke macht is tot op heden niet geregeld. Zittingen duren te lang, vonnissen worden te laat uitgereikt. Het Openbaar Ministerie is nog steeds onbereikbaar als de centrale telefoonlijn uitvalt. Zaken worden makkelijk met anderhalf jaar uitgesteld en soms wel 7 keer uitgesteld na datum voor uitspraak. Cliënten sterven nog steeds zonder vonnissen in zicht. Burgers hebben daarom een sceptische benadering naar de rechtsstaat toe wanneer zij moeten procederen. Dit tast nog steeds de rechtspositie van Suriname aan. Maar ook voor de advocatuur heeft dit negatieve gevolgen die de inhoud van de rechtsbijstand kunnen beïnvloeden. Over de COVID-uitbraak en de angst voor communitybesmetting is het volgende te vermelden. Begonnen in maart 2020 heeft de COVID-pandemie het Hof van Justitie gedwongen de deuren te sluiten, hetgeen grote gevolgen met zich meebracht. Alle rechtszaken werden noodzakelijk onmiddellijk en tot nader orde uitgesteld. Het indienen van spoedzoeken was niet meer mogelijk. Onvolledige toegang tot de rollen. Geen zicht op de voorgeleidingslijsten. Urenlang wachten voor het kantongerecht door burgers en advocaat. De zoektocht naar recht, alsmede het recht op recht, werd een eindeloze strijd voor de burger. Niemand was hierop voorbereid. Maar, zoals de Bigismas van ons zeggen, Allah ogri charwambung. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
De COVID-pandemie heeft het Hof en Advocaat als ook het Openbaar Ministerie gedwongen om digitaal te communiceren en te procederen. Dit is een bijzondere mijlpaal voor ons allen en draagt bij aan het versnellen van het rechtsproces. Door regulier overleg van het Hof, het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Politie en de Surinaamse Orde van Advocaten zal het digitaal procederen verder worden uitgewerkt en de kinderziektes de wereld worden uitgeholpen. Hoe kijken wij naar de toekomst, heer president? De SOFA heeft in haar beleidsdocument voor de komende tijd en in het belang van de verbetering van de rechtsbijstand naar de samenleving toe enkele pijlers geïdentificeerd. Deze pijlers zijn waarborg van kwaliteit, transparantie van de tuchtrechtspraak, modernisering van ordebesluiten en ereregelen en financiële integriteit voor de advocatuur. Ten aanzien van punt A, waarborgen van de kwaliteit, het volgende. De SOFA zal binnen korte tijd overgaan tot noodzakelijke opschoning van het tableau, zodat wij nu eindelijk eens weten hoeveel advocaten daadwerkelijk postuleren in Suriname. Op het tableau staan 222 advocaten geregistreerd, maar wij weten dat dit aantal lager is in de praktijk. Beijveren door middel van een actieve lobby dat binnen het parlement de goedkeuring van het nieuw burgerlijk wetboek een feit is. De wijzigingen van dit wetboek zal als een belangrijk instrument dienen binnen civielrechtelijke rechtspleging. Via u, heer president, aan de regering eveneens dit verzoek dat dit spoedig wordt aangepakt. Lobby voor de buitengriffier bij het Hof van Justitie. Hierbij neemt een griffier een opleiding een deel van de taken van de substituutgriffier over en verlicht daarbij de algemene werkzaamheden op het Hof. Deze lobby zal worden gevoerd bij het Hof en via de regering. Bewerkstelligen dat het vraagstuk van de kosteloze rechtsbijstand eindelijk wordt aangepakt, met name door tussenkomst van de commissie kosteloze rechtsbijstand. Dit onderwerp staat al 9 jaar op de agenda en is een lachertje binnen de beroepsgroep geworden. Het heeft thans de aandacht van de nieuwe minister van Justitie en Politie. Wij kijken reikhalzend uit hoe dit zich zal ontwikkelen. Het voeren van een actieve lobby dat bij BUFAS en meer deskundigen en personeel wordt aangetrokken, aangezien de enorme hoeveelheid aan problemen rondom voogdij en omgangsregelingen het BUFAS overspoelt. En wij als advocaten leidzaam moeten toezien hoe kinderen onnodig lijden onder erbarmelijke huiselijke omstandigheden, simpel omdat BUFAS onderbemenst is. Het continueren van de lobby, waardoor meer rechters, schrijfjuristen, officieren van justitie en administratief personeel kan worden aangetrokken. Een ander probleem dat zich binnen onze beroepsgroep voordoet, is de schadeloosstelling. Advocaten ontvangen hun honorarium veelal aan het begin van de zitting of worden de betalingsafspraken aan het begin gemaakt. Aangezien de rechtspraak zo langdradig is, devalueert het honorarium telkenmale en haast volledig, waardoor de kantoren onnodig veel schade lijden. De SOFA komt met een oplossingsmodel ter zake. De in het algemeen veelgehoorde klacht over de tarieven van de advocaat brengen mij tot de volgende 2 opmerkingen. Het beroep van advocaat is een vrij beroep. Dat wil zeggen dat de advocaat ook rekening moet houden met de marktwerking. Van de andere kant is er een correctiemechanisme doordat het advocatentuchtcollege kan toetsen met de toets excessief declareren aan wat een behoorlijk advocaat betaamt, artikel 37 van de advocatenwet. Deze toets is al door het advocatentuchtcollege toegepast. Dit ontslaat de advocatuur overigens niet om zelf regels te maken met betrekking tot financiële integriteit. Het bestrijden van de pseudo-advocaten, niet verplichte procesvertegenwoordiging. Aangezien de wet aangeeft dat een ieder in eerste aanleg mag procederen, is het hoogst tijd geworden dat er een wijziging in de wetgeving hieromtrent komt. Er zijn geen pseudo-notarissen, geen pseudo-artsen, geen pseudo-officieren van justitie en vooral geen pseudo-rechters. Waarom kan dit binnen de advocatuur dan wel? Je bent procesvertegenwoordiger of je bent het niet. De SOFA heeft ten behoeve hiervan een extensieve beroepsopleiding advocatuur opgezet, zodat er kundige procesvertegenwoordigers worden afgeleverd die voldoen aan internationale juridische standaarden en deze procesvertegenwoordigers, advocaten, zijn aan tucht onderworpen. Pseudo-advocaten zijn geen advocaten en derhalve niet onderworpen aan tucht en betalen geen belasting. Zij zorgen voor grote problemen binnen onze beroepsgroep, terwijl wij advocaten er de slechte naam aan overhouden.
Er is hiervoor echter wetgeving vereist. Het verzorgen van de beroepsopleiding advocatuur in het nieuwe normaal. Hiervoor zijn er reeds voorbereidende gesprekken gevoerd met het CDR en de docentenkorps. Het verder professionaliseren van de advocaat moet naar een professionele manager die zowel op kantoor als binnen de orde doelen stelt, deze monitort en realiseert. Zulks zal alvast middels een kantoorreglement dienen te geschieden. Het installeren van een permanent secretariaat met aan het hoofd een adjunct-secretaris. Beiden moeten worden aangenomen bij reglement. Een fulltime deken. Dit om de professionalisering van de beroepsgroep en de SOFA als organisatie verder te garanderen. De tweede pijler. Transparantie van de tuchtrechtspraak. Aangezien de deken als voorportaal functioneert om in alle klachten tegen advocaten te bemiddelen en of door te geleiden naar het advocatentuchtcollege, heeft zij eveneens tot taak om alle geanonimeerde uitspraken te publiceren. Dit is reeds begonnen via de website van de SOFA. Verdere specialisering van het voorportaal in zaken bemiddeling, vaststelling van klachten, eigenlijke of oneigenlijke en doorsturen naar het advocatentuchtcollege als mede periodiek overleg met het advocatentuchtcollege zelf. Vaste klachtdagen. Financiële middelen beschikbaar stellen voor de professionalisering van het voorportaal. Ter zake de klachtenprocedure regeling tegen de rechterlijke macht wensen wij het Hof van Justitie te complimenteren met deze ontwikkeling. De SOFA spreekt de hoop uit dat er eveneens een advocaatzitting mag hebben in deze commissie. De derde pijler. Modernisering van ordebesluiten en ereregelen. Stringente interpretatie van de ereregelen voor de advocatuur en toezicht op de naleving daarvan. Dit onder andere door de beroepsopleiding advocatuur en de vonnissen van het tuchtcollege, welke telkenmalen voortschrijdend inzicht verschaffen. Het executeren van de ereregelen voor de advocatuur in gedragsregels et al. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds gemaakt met het CDR en de commissie gedragscode advocatuur gaat hierover. Strenge controle op de beroepsopleiding advocatuur. In dit kader wens ik aan te halen dat de SOFA niet schroomt om verzoeken van advocaatstagiaires af te wijzen, indien blijkt dat zij niet voldoen aan de opleidingseisen zoals gesteld. De beroepsgroep dient zuiver te blijven. Eveneens zal de patronenopleiding verder worden uitgebouwd, zodat ook zij worden uitgerust met voldoende en nieuwe tools om de stagiaires klaar te stomen voor de advocatuur door tussenkomst van de commissie patronenopleiding. Aannemen van ordebesluiten zodra de 50 personenquotum van het samenscholingsverbod zal worden opgeheven. Financiële integriteit voor de advocatuur. Door tussenkomst van de commissie Financiële Integriteit zal de advocaat in staat moeten zijn om zijn of haar financiële huishouding volledig onder controle te hebben, waardoor zij niet onaangenaam verrast hoeft te worden met een tuchtklacht. Ik rond af, heer president. Ik sprak over de rechtsstaat en de waarde van een goed functionerende rechtsstaat voor een goed functionerende democratie. Het waarborgen van de rechten van de burger, het voorkomen van willekeur door de overheid, het corrigeren door de strafrechter van het gedrag tussen burgers, het nakomen door de overheid van de verplichtingen jegens de burger. Dat alles en nog meer behoort ons systeem van de rechtsstaat te garanderen. Dat vereist van alle betrokkenen, inclusief de overheid en in het bijzonder de minister van Justitie en Politie, dat we ons inzetten voor het onderhouden van die rechtsstaat. Het is immers geen rustig bezit. Wij zullen voortdurend alert moeten zijn op inbreuken en ondermijningen van de rechtsstaat. Voor de advocatuur in Suriname betekent dit dat de advocatuur zijn rol als hoeder van de rechtsstaat alleen kan vervullen als we ons blijven inzetten voor een kwalitatieve goede beroepsopleiding, voor het vernieuwen van onze beroepsethische uitgangspunten zoals de ereregelen, voor het transparant maken van integriteit, voor een goede tuchtrechtspraak. Maar er is meer. De advocatuur rekent het ook tot zijn taak, de rechterlijke macht, misschien wel de belangrijkste pijler onder de rechtsstaat, scherp te houden. De advocatuur rekent op een goed functionerende rechterlijke macht in al zijn onderdelen en in alle opzichten. Vandaag is de opening van het zittingsjaar en dat houdt dus in dat er eigenlijk, vergelijkbaar met dat, net als hoe een nieuw schooljaar opent, is ook een nieuw zittingsjaar geopend. En dat is een formaliteit en dan zijn alle nodige actoren daarbij uitgenodigd, te denken aan de advocaten, de autoriteiten waren hier, de president, leden van de Nationale Assemblee en uiteraard ook leden van de rechterlijke macht. Teruggekeken naar het vorige zittingsjaar, dat is het zittingsjaar van 2019
2020. Dat is geëvalueerd. Hoe was het? Net zoals voor heel Suriname heeft ook de rechterlijke macht te kampen gehad met de nodige uitdaging van de COVID-situatie. Het is niet eenvoudig geweest, maar ik moet zeggen dat deze situatie ertoe heeft geleid dat we nu gaan richting een stukje digitalisering. En dat is heel erg positief te noemen. Het is een stukje ontwikkeling. Dus al met al moet ik zeggen dat ik bijzonder blij ben op de wijze waarop de rechterlijke macht in zijn totaliteit met de situatie is omgegaan om toch nog aan de Surinaamse gemeenschap de mogelijkheden te bieden om te komen aan het recht. Verder is ook nog gekeken naar de toekomst. Wat gaat het nieuwe zittingsjaar met zich meebrengen? We hebben gezien dat er een structureel tekort is aan rechters. Er zijn 26 rechters en er zou een minimum moeten zijn van 40. Dus we kampen bij die situatie al heel erg lang. En de president van het Hof van Justitie heeft ook aangekaart dat dat opgelost moet worden en dat er meer rechters benoemd moeten worden, zodat zaken sneller kunnen verlopen. Want de grondwet die zegt dat zaken binnen een redelijke termijn moeten worden afgewikkeld. Maar we zien helaas dat zaken vaak jaren kunnen duren en dat is gewoon niet bevorderlijk voor die rechtsontwikkeling. En daarom is het zo belangrijk dat we ertoe overgaan om meer rechters te gaan benoemen. Verder zijn er ook nog andere aspecten die aan de orde zijn geweest over ICT. In verband met de rechtspraak. Een hele positief markant punt is dat ook de website, de rechtspraak.sr, nu actief is en dat de Surinaamse gemeenschap naar die website kan om de informatie te halen op die website. Verder kijken wij ook uit naar de bevordering van deskundigheid van rechters. Dat heeft de waarnemend president van het Hof ook gezegd, dat heel erg belangrijk is. En kijken wij verder ook uit naar het verstrekken van middelen aan de rechterlijke macht. In de toespraak heeft hij aangehaald dat er heel lang gewacht moest worden voordat middelen werden vrijgemaakt ten behoeve van de rechterlijke macht, wat helemaal natuurlijk geen goede ontwikkeling is en hopen wij dat dat dit jaar anders zal zijn. Al met al ben ik in elk geval heel erg hoopvol gesteld, gaande richting het nieuwe jaar. Ik moet zeggen dat wij als Surinaamse gemeenschap in zijn totaliteit, maar ook de rechterlijke macht, de rechtspraak, dat wij met z'n allen gaan dealen met die COVID-situatie en er het beste van maken en gebruik maken van de technologieën en de middelen die wij hebben om zodoende echt de mensen, de justitiabelen aan hun rechten kunnen doen komen. De verwachtingen die ik kan uitspreken zijn dus de richtlijnen die het Hof heeft aangegeven. Als je dat ook meeneemt met wat het Openbaar Ministerie naar voren heeft gebracht, ook wat de orde naar voren heeft gebracht. Dan kan ik alleen maar hopen dat de stellingen die men naar voren heeft gebracht, dat die gerealiseerd worden. Want ze zijn allemaal natuurlijk bouwstenen voor een hele goede rechtspraak. En daarvoor staan we allemaal natuurlijk voor in. En wat vond u zelfs van de zitting? De zitting, in vergelijking met het vorig jaar kan je dus zeggen dat er een aantal zaken zijn verwezenlijkt. Maar dat de belangrijkste zaken alsnog verwezenlijkt moeten worden en dan gaan we daarvoor.